deze valt wel. Oh, een regenjas voor een paard. Nee, deze valt wel mee. Okay. Kijk dit. Kijk, dat is wel lauw. Mestboy. Dit is mijn zweetdeken. Nee, het is gewoon een vliesdeken. Daar ga je heel erg van zweten. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Deze video gaat heel erg leuk worden. Ik heb vandaag namelijk weer een nieuwe aflevering van Niet Paardenmensen. Puntje, puntje, puntje. En in deze serie doen Daphne en Nino twee Niet Paardenmensen allerlei dingetjes uit de paardenwereld. Zoals rijden, uitmesten, poetsen, opzadelen, dat soort dingen. En vandaag zijn we in een andere omgeving. We zijn vandaag namelijk in een rijdsportzaak Horse Shop International in Capelle aan de IJssel. En het is een hele mooie grote winkel. En wij gaan hier vandaag dus, of wij, jullie, gaan hier vandaag shoppen. Ik ga Daphne en Nino allebei een lijstje geven met een beetje apartere paardenspullen. En ze moeten die spullen gaan shoppen binnen 20 minuten. Dus als jullie benieuwd zijn naar hoe ze het er vanaf brengen, blijf dan kijken. Deze video komt Nino aan het bod. En in de volgende video kunnen jullie zien hoe Daphne gaat shoppen. Dus blijf kijken. Nou, we gaan eerst even een rondje door de winkel doen. Zodat jullie hem een beetje kunnen zien. En Daphne en Nino ook. Maar dit is dus een Horse Shop International in Capelle aan de IJssel. En ik ben hier echt nog nooit geweest. En het is echt super groot. Dus ja, ik zal het jullie even laten zien. Oké, nou het begint hier. Hier liggen allemaal holsters. Dingetjes, poetskisten. Deze kant. Ik ga niet zeggen wat het allemaal is, want Daphne en Nino moeten straks alles gaan zoeken van het lijstje. Huh? Dekje. Oh, tuurlijk, dat is voor jou, voor die, met die wedstrijden, denk ik. Het is nog best groot. Ja, dat is waar. Leuk. Voor Fries en trekpaarden. Die zijn leuk, die dekjes. En die matchende deken. Dat weet je hoe fijn dat kan doen? Dit heb ik wel, ja. Oh, hier is nog een hoekje. Oh, western en bitloos, dat is ook tof. Dat is leuk. Oh, dit is een liedroos. Vet leuk. Superleuk ingedeeld hier. Nou, ze zijn al daarheen. Schoenen allemaal, choppers, laarzen. Sportjes. Ook weet je nog wel een leuke. Ja, ik weet ook één. Dat is ook cool, die oranje. Ja, die is oranje. Welke oranje? Ja, doe jij dat aan? Ja, natuurlijk. Ik ding alleen maar als je wedstrijd speelt, vind ik ook altijd zo gek. Ja. Ik ga kijken, hangt mijn jasje hier. Ik heb er een van. Piekeur. Dat is zo chic. Waarom moet je zo chic gekleed zijn? Ik heb geen idee. Dat moet gewoon. Ja, dat is toch netjes. Oké, broeken. Broeken. Dat zijn de broeken en de... Hier nog... Rondebroek. Rondebroek. Hoofdstellen. Ze hebben hier gewoon... Kijk dit. Dat is wel lauw, maar ik vind zoiets mooier, denk ik. Nee, of zo knal oranje. Nee, je moet zo... Is het niet een beetje endurance of zo? Synthetisch hoofdstel, nou, I don't know. Oké, hier nog. Witte. Zadel, silky, sail. Tuigen, dekens. Dus een coole trap. Zo, jeetje. Ik kende dit helemaal niet, hè? Hier ga ik echt vaker komen. Mensen die Shetlanders. Ja, ik wil ook zo'n ding voor Abby. Maar Abby kan dat helemaal niet. Vind ik echt jammer. Ik kan ze wel leren. Ik heb gegeven dat helemaal niet. Dat is toch helemaal niet waar? Dat kan niet. Ja, mijn paard kunnen dat volgens mij wel. Maar Abby kan dat niet. Oh, kijk dit. Dat is zo klein. Voor 200, zo, kijk hoe groot. 200 euro. Vraag me af wat het is. Wat is voor je om je lichaam? Mentuig. Maar ik ga niet te veel zeggen, want straks dan zeg ik iets van het lijstje. Ik zie gelijk nog allemaal dingen die ik aan mijn lijstje toe kan voegen. Nee, ik heb heel veel dingen beneden ook gezien. Singles. Nou, Nino, weet je nu wat dit zijn? Ja. Wat?
Singles. Singles. Jij wordt er zo in. Zo wacht je niet. Nee. Kijk hoe bizar. Ik heb zo één, maar dan klein. Kijk hoe bizar groot deze is. Ja. Ja, voor een bizar groot paard. Ja. Nou, jongens, even voorzichtig. Wat draag je? Wow, kijk dit. Zijn dat voor je voeten? Dat zijn hele oude dingen toch, of niet? Nee. Dat zijn toch gewoon die dingen waar je poten in hebt? Je voeten? Je Nino, wat zou dit dan zijn? Kijk. Waar gebruik je dat voor? Al die. Wat is dat? Duitsland of België? Nou, ik denk België. Duitsland is toch zo? Ah, donal. Daarom vraag ik het. Ja, België. Er zit toch van die springbeugels of zoiets? Nee, dus jij, dat je eruit schiet. Ja. België. België. Waarom zijn deze dingen? Dan kan je niet doorheen schieten, zoals Daphne deed. Nee, jongens, mooi. Dat vond ik leuk, hè? Ja, precies. Ik kan gewoon goed vasthouden. Echt voor een rodeo. Western Shabbos hebben dat. Ik ben amper in draf geweest. You don't know shit. Nou, ik weet wel dat het denk ik voor een rodeo is. Dat ja, dat je. Denk ik ook. Dit zit volgens mij ook zo lekker, zo'n Western Shabbos. Ja, vind ik, lijkt me ook, man. Ja. Hier is nog meer. Dit is echt bizar. Dit is een zeer ontop. Dit zijn dekens. Ja. Ah. Dekens zijn echt heel duur. Ja, dekens zijn echt duur. Ah, oh, een regenjas voor een paard. Ja, deze valt van mee. Ook je. Oh, hier hebben ze ook zeker boerkaas voor een paard. Dat die ene ja, vrouw om had. Nou, die vrouw had het niet om hoor. Ja, dat paard had het om. Die hebben wij ook op stal trouwens. Oh, how fun. Shetland dekens. Nou, how cute. Nee, als je oranje wil, kun je deze nemen. Ja, dat is toch cool? Oranje, maar jouw kleur is eerlijk, groen. Deze ziet er best wel lang uit. Groen. Of blauw. Hier is het allemaal nog zo netjes schoon. Ja, en dan gebruik je het, dan is het zo gewoon vies. Die wil ik, die roze. Nou. Die is toch blauw, eerlijk? Of die groene. Ja. Nee, dus die zit ook al groen. Oh, daar moet je bek in. Mond. Ja, dan moet je malen, nee. Het ziet er echt niet lekker uit. Nee. Het ziet er wel lekker uit. Kan je lekker bijten. Lekker bijten. Volgens mij is dat een appelbitje. Appelbitje? Ja, dat smaakt een appel. Nee, kun je de stof. Nou. Het is echt vet groot hier. Ik had het echt niet verwacht. Nou, hebben jullie alles gezien? Ja. Ja. Oh, die zijn cool. Ja, dat vind ik ook. Deze. Nee joh, deze. Deze ja, vind ik wel netjes. Deze vind ik ook wel netjes. Nee, zo zien die van mij eruit. Ik wil het wachten, ik wil gewoon de duurste. Ik wil gewoon de duurste. Onthoud die. Oh ja, die zijn de duurste. Ja. Dit is alles wat op het lijstje staat. En hier. Kom naar boven. Oh nee. Longeerzweep. Toch? Nee, niet goed. Aan de kant. Nee, oh, dat is wel zo'n lekkere. Ik zag nog ergens anders. Hier, aan de kant. Hier, dit ding. Zweep longeer. Een mooie blauwe. Oh, kut, daar kan ik weer niet heen. Een borsttuig. Dat is dit. Ja, dat is een beetje groot om mee naar beneden te nemen, vind je niet? U zet een borsttuig martegaal. Ja. Oh. Een wat? Een borsttuig sebator. Ga je handschoenen? Een plaster. Oh! Een peeskap. Hey. Peeskap. Mestboy, wat dat?
ja, ja. Dit is een... heet dat ding? Dit is een hooinet. Sporen. Sporen. Daphne, niet kijken. Nee, jij moet andere dingen voor haar doen. Ja, ik haal er een rondje weg. Ik weet niet eens meer wat ik heb. Heb je een pen? Ja, of een Wally. Ja, de Wally. Een grasmasker. Waar was dit niet? Hier zo. Een vliegenkapper wil je ook? Ik weet het echt niet. Ik weet het niet. Springschoenen. Wat? Ja, er staat hier springschoenen. Die heb je al. Oh, tuurlijk. Ah. Sporen, hooi, net liksteen, beugelplastron, borsttuig, mestboy, wat daar. Een zweetdeken. Vlies. Eczeemdeken. Waterdicht. Het kan ook zijn dat het een ander woord is of zo. Ik heb geen idee. Ja. Uitrij. En dan moet een zweetdeken zijn. Nee, dat heet wel echt een zweetdeken. Hoop ik. Ik weet niet, hoe lang heb ik nog? Best wel lang. Oh. Was het toch aan? Een martinaal. Ik heb 8 minuten gehad. Kijk, nog 10 minuten. Oké. Rustig aan, even nadenken. Mestboy. Macklemore. Hackamore. Een plastron. Wat is een plastron? Waarom gebruik je van die moeilijke termen? Zo heet het gewoon. Dat is geen plastron. Dat is een hondendeken. Ja, maar ik kan de deken niet vinden. Ja, oh, dan ga ik weer terug. Zal ik gewoon aan zo'n... Ik zag dat meisje, jullie weet niet zo van aan het doen zijn. Zal ik gewoon vragen, ja, wat is een zweetdeken? Hoi, net heb ik sporen, heb ik springschoenen, heb ik een roze borstel. Waar zag ik de borstels? Daar zag ik borstels. Manenborstel. Roskam. Dat is wel hetzelfde. Oh, die heb ik... Die heb ik gebruikt. Dit is een hondsborstel. Graasmasker. Hebben we nog niet. Longeerzweep heb ik. Peeskap heb ik. Liksteen. Zou dat hier zijn? Oh, wacht. Lik raspberry, hey. Beugelblokjes. Blokjes is dus klein, dus dat is dat. Maar is dat eten? Hè? Doe je dit voor de grap als je? Ja. Dubbel. Hier, je had wel gelijk appel. Ja. Beugel, wat was dat nou ook weer? Ja. Nee. Nog 8 minuten. Oh. Nou. Dit is mijn zweetdeken. Nee. Het is gewoon een vliesdeken. Daar ga je heel erg van zweten. Draaikoeler. Nou, ik vind dit best wel een plastron. Oh, wacht eens, ik zie daar ook dekens. Zijn dat misschien? Staldekens. Ja, een borsttuig. Dat moet echt sowieso hier liggen. Een borsttuig. Martingaal. Louis van Gaal. Sta ik hier in de goede richting? Of zit ik nou maar
Mijn hoofdstijl. Hoofdstijl misschien. Beugelblokjes en pal. Je moet echt gewoon nog 1, 2, 3, 4, 5 dingen. Ik weet het niet. Ja, ik denk echt dat dat een borsttuig is. Zo. Mesboy. Zou je dat moeten voorstellen? Dat is een halster. Maar die heb je niet nodig. Nee. Nee, ik moet gewoon even kijken. Nee, ik dacht dan misschien een goede borstgeit uit. Ah, hakamoor. What the fuck? Beugelblokjes, plastron, borsttuig en mestboy. Mestboy zal het misschien hier zijn. Mestboy. Mestboy. Plastron. Wat is dat? Zit ik hier in de buurt of? Ja. Echt? Met iets. Bij iets. Is het klein? Nou, ligt aan welke je zoekt. Ja, één van de drie. Welke heb je nog? Een borsttuig, een plastron, een beugelblokjes. En dat was het. Je mist er nog één. Je mist er nog één? Niet waar. Ik ben niet. Graasmasker. Kut. Nou, ik weet het echt niet hoor. Hé, hey, was het? Nee, deze had ik al. Ja, deze heb ik al. Nee. Nee. Nee, niet? Nee, wel. Wel? Op de manier die je zei niet. Hoofdstel, het zijn helemaal hoofdstellen, Leanne. Slofteugel. Ik zag staan martinaal. Martingaal. Hoort dat erbij? Weet niet. 40 seconden. Oké. Wat nou? Hier. Stop. Nino. Nee, maar wacht. Je tijd is om. Stoppen. Wacht. Nee. Zeg, die had ik nog. Ja. Jawel, die had ik. Sowieso niet. Nee, die heb ik niet. Nee, hier gewoon niet. Jawel, die had ik. Nee. Jawel. Oké, okay, dit is Nino's buit. We gaan even tellen en kijken wat goed is. Oké. Okay. Dit is inderdaad een ooinet. Dit is inderdaad een longeerzweep. Dit is ook een halster met bont. Dit is ook een hackamoor, in ieder geval een onderdeel ervan. Rotsborstel klopt. Sporen klopt. Beestkappen klopt. Janssen. Springschoenen klopt. Handschoenen klopt. Mestboy klopt. Zweedeken klopt. Beugelblokjes telt niet meer. Jawel, jawel. En dit is een martegaal, maar geen borsttuigmartegaal. Dus die telt niet. En liksteen klopt ook. Dus het is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 12. 13. Deze nog niet. Die telt niet. Deze wel. Dat is toch geen borsttuig, martegaal? Jawel. Nee. Kijk maar. Nee. Martinaal. Martegaal. Ja, het is geen borsttuig, martegaal. Wat is het dan? Ja, gewoon een normale martegaal. Jammer. Nou, dan zit de video. Nino die heeft heel erg zijn best gedaan. Ja. En ja, was leuk geprobeerd. Volgende week gaat Daphne shoppen. Leuk geprobeerd. Ik heb het gewoon super goed gedaan. Volgende week gaat Daphne shoppen. En Daphne heeft dus niet gezien wat Nino heeft gepakt. Ja, wel een paar dingetjes. Maar die hebben je hebt wel het gehoord. Maar ik ga dus voor volgende keer ga ik wel een paar dingetjes die ze dus heeft gezien veranderen. En dan zien jullie dus hoe Daphne gaat shoppen. Dus in ieder geval Nino, je hebt heel goed gedaan. Dankjewel. En kijk volgende week zeker weer als je wilt zien hoe Daphne shopt. Dus doei doei. Doei. But if you close your eyes.